Het belang van beroepsonderwijs krijgt steeds meer aandacht in Suriname. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur sprak in zijn toespraak bij de start van het nieuwe schooljaar over de noodzaak om praktijkgericht onderwijs verder te promoten. Hij benadrukte dat jongeren op deze manier beter worden voorbereid op de arbeidsmarkt en dat scholen beter op elkaar moeten aansluiten. Binnenkort zal ik een commissie benoemen die voor mij gaat onderzoeken hoe wij de beroepsstroom kunnen bevorderen in de kolom van het beroepsonderwijs. De centrale boodschap voor de commissie als opdracht is dat er kwalificatiewinst gehaald kan worden door een combinatie van het verbeteren van het rendement en het vergroten van de doorstroom. Een voorwaarde voor rendementsverbetering en vergrote doorstroom is het centraal stellen van de loopbaan van deelnemers. Dat betekent dat er vorm moet worden gegeven aan een optimale schoolloopbaanontwikkeling en schoolloopbaanbegeleiding. Mogelijk de inzet van een middelenmix die we daarvoor moeten inzetten omvat verschillende punten. De minister vindt dat de begeleiding van studenten en hun loopbaanontwikkeling centraler moet staan. Daarnaast pleitte hij voor een pedagogische aanpak die jongeren niet alleen leert, maar ook motiveert en betrekt bij hun toekomst. Verder een intensieve bevordering van verticale samenwerking tussen scholen voor beroepsonderwijs. En een samenwerking met het bedrijfsleven. Materieel vraagt zo'n idee om extra langdurige investeren vanuit een stimulerende en faciliterende overheid. Dames en heren, jongens en meisjes, we hebben zeker tekortkomingen in ons onderwijssysteem en deze moeten gaandeweg worden opgelost. Daarvoor moet beleid worden ontwikkeld en daarvoor is geld en politieke commitment nodig. Want er zitten veel diepere oorzaken die we moeten gaan benoemen en structurele antwoorden daarvoor vinden. Minister Ory benadrukte dat deze stappen noodzakelijk zijn om het beroepsonderwijs in Suriname op een hoger niveau te tillen en de toekomstige generaties beter voor te bereiden op de uitdagingen van de snel veranderende arbeidsmarkt.